Hallo allemaal en welkom bij Dwalen door Den Bosch. Eerste plekje waar ik vandaag ben, dat is een zaak die helemaal opnieuw is gebouwd, opgestart. Het bestaat eigenlijk uit twee panden. Dat ga ik zo meteen allemaal laten zien. Nou, ik kom hier binnen en ik word al meteen overvallen door een heerlijke geur. Ik ben hier aangekomen bij Börek Saraye. En dat betekent eigenlijk vrij vertaald, het Turks voor een soort van, nou, als ik het echt in het plat Nederlands zou zeggen, deegwarenpaleis, Börek Paleis. En het is niet toevallig, maar de zaak die heet dus ook Marmaris van tevoren. En ik ben er al eerder geweest, hier op de Bosmeersingel. En de meneer die daar een Turkse supermarkt heeft. En samen hebben we door die winkel heen gelopen en alles wat hij gecreëerd heeft. Hij kwam naar Nederland als schoonmaker, werkte bij de Michelin. En uiteindelijk heeft hij een paar deuren verder een geweldige zaak neergezet. En daar ben ik nu te gast. En ik laat jullie een hele hoop zien. De ingrediënten die je in dit gedeelte van de prachtige zaak kunt afhalen. Maar ook een geweldige zit hiernaast. Kijk, en daar hebben ze dus aan deze kant die muur weggehaald en een prachtige glazen pui neergezet, zodat het toch een verbinding met elkaar heeft. Nou, je ruikt hier gewoon de specerijen, die typische specerijen die hier nu klaargemaakt worden. En ik hoop dat ik straks toch een klein beetje mag mee eten, dat ik daar een hapje van mag hebben. Maar het is een zaak die eigenlijk helemaal af is. Tot op de puntjes is het geregeld. Dus de beste apparatuur, het beste op het gebied van afzuiging, de traditionele pizza oven. Want er is veel meer dan alleen het vlees dat hier op deze bakplaat ligt. Maar ook de pizza's die kunnen daar halen. Maar vooral die traditionele Turkse gerechten. En daar moeten we eventjes naar hiernaast toe. Marmaris Börek Saraye. Ja, ze hebben hier echt heel veel op het Turkse traditie. De zoetigheden, want dat staat natuurlijk Turkije bekend om. De meeste mensen weten wel dat Turkije Turks fruit heeft. Het echte zoete, maar er ligt veel meer. Nu kom ik heel vaak in Marmaris. Ik kom heel vaak in Turkije. Maar zelfs ik weet niet alles wat hier in de vitrines ligt. Maar er loopt hier een dame die daar wel iets van weet. Muhterem, zeg jouw naam goed? Muhterem. Muhterem. Zeg, je hebt van alles in die etalage liggen. Hè? En voor mij lijkt dat natuurlijk allemaal redelijk veel op elkaar. Maar bijvoorbeeld in het deegwaren, in het börek, daar zitten allemaal verschillende ingrediënten in. Wat heb jij zoal? Ik heb met kaas, met aardappels, gehakt, spinazie. Een heel breed assortiment. Ja. Is dat populair, dat börek in Turkije? Ja, best wel. En de Turkse mensen dan in de regio, die eten dat natuurlijk ook het liefst. Want ja, als ik als Hollander, dan heb ik ook graag boerenkool. Ja, dat klopt. Dit kan hartig zijn, hè. Maar als ik dan naar de zoete afdeling ga, dan moet ik natuurlijk nog naar deze kant toe komen. Ja. Wat ik hier zie, ja, een donut, die zie ik gewoon bij ons ook liggen. Maar wat is nou typisch Turks wat je hier hebt? Dit is sütlaç, dat is echt Turks. Sütlaç? Ja. Is eigenlijk een pap gemaakt van rijst en melk. En daarboven, dat heeft een Franse naam. Ik ben even de naam kwijt. Eclair. Eclair. Ja. Die zie je eigenlijk bijna nergens. Ja, niet echt, nee. Eclair, ja. En als ik dan weer naar boven vlieg, eventjes, ben je vergeten dit weg te zetten of zo? Nee. Wat is dat dan? Dat hoort bij ons cultuur. Oh, wat? Dat heet kolonja. Ja? En wat doe je daarmee dan? Zo. Ruik eens. Dus gewoon op de gezicht. Cologne. Ja. Nee, echt waar? Ja. Oh, dat wil ik proberen. Meestal oh, dit is een verfrisser. Ja, meestal hebben ze dit bij de kapper staan. En dat moet ik gewoon op mijn gezicht doen? Ja, gewoon op het gezicht. Is het lekker? Heel fris. Ja. Vind jij hem wel lekker ruiken nu? Ja. Nou, helemaal goed. Ja. De openingstijden, want je bent een beetje aan het spelen geweest, maar uiteindelijk zijn er wel openingstijden. Want je gaat volgens mij om 9 uur 's ochtends open, ja. Tot 9 uur 's avonds. Dat betekent dat jullie ook ontbijt doen. Ja, dat klopt. Wat moet ik me dan voorstellen bij ontbijt? Wat zit daarin? Ik heb er bijna alles in zitten. Maar dan kunnen mensen ook zelf kiezen? Dat is niet een standaard of... Nee, of we hebben eigenlijk standaard ontbijt. Maar stel als iemand anders een eitje of zo wil gebakken hebben, dan kunnen we dat ook maken. Turkse thee? Heb ik ook. Uiteraard. Ja. Ja, ik probeer even iets te zoeken wat je niet hebt, dus ik hoop dat ik ga winnen. Turks koffie. Heb ik ook. Nee. Jawel. Traditioneel met het koperen kannetje of via een moderne versie? Allebei. Echt waar? Ja.
Oh, die lus ik wel. Kun je via de oude versie gewoon echt het oude koperen kannetje voor een lekkere Turkse koffie maken? Dat kan. Nou, dan ga ik eventjes in de menukaart kijken hem hier liggen om even wat lekkers te eten. Dan gaan wij even kijken hoe deze prachtige dame een originele, traditionele Turkse koffie maakt. Ja, sana ne? İnan pişman değilim, bakma yüzüme. Seni seviyorsam bundan sana ne? Nee, de Turkse koffie, nou, daar hoort natuurlijk een watertje bij. Is misschien voor de mensen wel makkelijk om te weten. Is dat als je Turkse koffie of gewone koffie drinkt, dat je er altijd even een watertje naast zet. Want koffie is namelijk vocht vasthoudend. En het water zorgt er weer dat er een versoepeling is in het lichaam die ervoor zorgt dat het vocht niet blijft zitten. Turkse koffie blijft even staan totdat het, ja, ik zeg het maar in het bos, het drap naar beneden gaat. Dat zakt. En over een paar minuutjes dan kan ik hem lekker nippen. En dan heb ik een pure intensiteit van koffie. En inmiddels zie ik ook een ongelofelijke lekker schotel staan. Dus ik ben al een beetje aan het watertanden. Alles wat je ziet, wat ik hier nu in het restaurantgedeelte heb, dat wordt uiteindelijk ook, als je wil, dan kun je dat meenemen. Hè? Dat is in het gedeelte hiernaast. Dus kortom, voor iedereen, of je wil komen afhalen, of hier gezellig wil ontbijten, lunchen of 's avonds een hapje doen. Je kunt gewoon lekker terecht hier bij Marmaris Börek. En dan die achterste, die, hoe heette die ook weer, paleis? Börek Sarayı. Ja. Wat is eet smakelijk ook alweer in Turks? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ja. Ja, en jullie gaan van dit moment niet meegenieten, want dan moet je toch echt een keer naar de Bosmeersingel komen. Ik zou toch eventjes nog een smaaktest doen. Zo onvoorstelbaar lekker. Maar jullie gaan verder niet meegenieten van dit etentje. Ik ga verder met mijn tafeldame lekker gezellig kletsen en eten. En jullie gaan even kijken naar een stukje geschiedenis over 's-Hertogenbosch. Tot zometeen bij de volgende waar ik terecht kom. Ik weet niet waar.